Welkom bij Antwerpen at Work. Ik zit hier op het terras van de Lombardia in hartje Antwerpen. En dankjewel. Ik krijg hier net een heerlijke ginger loaf voorgeschoteld. Een gemberthee waarvan het recept heel geheim is en waarmee de uitvinder à la Indria de wereld wil veroveren. Om zijn uitvinding van de grond te krijgen is hij gaan aankloppen bij het Antwerps Innovatiecentrum. Dat helpt jonge, innovatieve ondernemingen om subsidies los te krijgen. Open up your heart, what do you feel? Dan zeg je cheers, ik ga hem eens proeven. Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. Enkele jaren geleden zat Alain Indria op Hawaii. Hij kreeg er plots een ingeving. Hij zou een lekkere, originele, warme drank uitvinden. Het is gingerloaf geworden. Een thee op basis van citrusvruchten en gember. Is natuurlijk een beetje warm nu, maar... Ja, en gelijk dat hier een Engelse dame ooit eens heeft gezegd, de zangeres van Moby eigenlijk, Joy, die hebben, you feel the heat. The ginger heat, en dat is dus echt... Het leuke gevoel dat je hebt, en dat is eigenlijk het verslavende ding in de ginger loaf. Je voelt je goed erna. Zijn ambities reiken ver. Alain wil met ginger loaf de wereld veroveren. Hij droomt ervan om de nieuwe Red Bull te worden. Ik heb nooit veel gelezen in mijn leven buiten marketingboeken. Die vind ik altijd mega boeiend. En het Red Bull verhaal, ja, klinkt interessant en volg ik toch op. Ik ken de mensen van Red Bull een beetje hier en ja, ze steunen mij ook en coachen mij ook. En dat is zeker een mooi verhaal om te volgen. Dat is ook een unieke drank die toch worldwide heeft gescoord. En ja, waarom niet? Aan media-aandacht heeft hij geen gebrek. In 2006 verscheen er een lovend artikel in de Wall Street Journal. Wereldsterren als Sting en Moby zijn fan. I love ginger. Ginger is very good for the voice. Oh, yeah, yeah, yeah. You still sing a lot, though? I sing for a living, yeah. I sing for money. Het recept van gingerloaf is geheim en hij heeft er uiteraard ook een patent op genomen. Maar de interesse is groot. Zo stond de Amerikaanse koffieketen Starbucks al aan zijn deur. Dat was indrukwekkend. Daar ben ik naar Seattle gevlogen en daar mocht ik dan gingerloaf presenteren. En ja, iedereen, een hele crew die dat daar heeft geproefd en getest en inderdaad, ze vonden het indrukwekkend en prachtig. En we hebben 2 jaar toch onderhandeld en dan jammer genoeg is de crisis erin gekomen. Hebben ze mij een hele vriendelijke e-mail gestuurd van zie, we gaan terug naar onze core business, naar koffie. In het begin was het nogthans knokken. Alain en zijn vrouw hebben hun Vespa en 2 huizen moeten verkopen om financieel rond te komen. Uiteindelijk is hij gaan aankloppen bij het Antwerps Innovatiecentrum, dat startende innovatieve ondernemingen ondersteunt. Wat wij hebben gedaan is, wij zijn met hem gaan samenzitten en wij hebben eigenlijk een heel ontwikkelingsplan samen met hem uitgewerkt om de stap te zetten van een drankje dat geschonken wordt in zijn eethuis tot een industrieel product. Het innovatiecentrum heeft hem geholpen om een subsidie van 100.000 euro los te weken bij het IWT en ze hebben hem in contact gebracht met interessante partners. Er moest een machine ontwikkeld worden die een mooie schuimkraag gaf. Nee, want het was heel belangrijk dat zijn drank schuimig was. Voor de ontwikkeling van die machine heeft hij bijvoorbeeld samengewerkt met een Italiaanse machinebouwer. Omdat Italië is het mecca van de espresso, de schuim op warme dranken. En dus hij heeft daar heel slim die link gelegd naar andere bedrijven die wel de expertise in huis hadden om schuim te krijgen op een warme drank. Kom maar eens zien, dan zie je direct dat het begint te schuimen. Voilà, perfect. Momenteel wordt gingerloaf vooral in België verkocht, in de foodmakers bijvoorbeeld. Maar hij mikt ook verder. Er is al een webwinkel en hij gaat nu ook een zeiler sponsoren die binnenkort wedstrijden gaat varen in Australië en Nieuw-Zeeland. Ik neem die thee mee naar Australië en Nieuw-Zeeland, waar ik het daar aan de man ga brengen. Ik ga laten proeven door de mensen van kijk, wat doet die thee. Ook als mensen zeeziek zijn, zou die thee verder helpen door hun maagproblemen weg te nemen. Alain gelooft ook heel sterk in sociale media als marketingkanaal, zoals Twitter of YouTube. En ook de fanpagina op Facebook trekt veel volk. Es is de bekendste blogster, een van de topblogsters van food in de wereld. Echt, die doet niks anders en die wordt worldwide betaald door alle giga multinationals. En die doet dat voor ons
for free, omdat ze zo van Lombardia en van Gingerloaf houdt, heeft ze ooit iets fantastisch gepost. Ik wil bewijzen dat je niet meer, ik ga de naam niet noemen van de multinational die begint met een N en eindigt met een E, dat je daar niet meer mee in zee moet gaan om groot te worden, dat je dat nu kunt doen als je tevreden customers hebt. Mensen die blazen, die gaan zeggen van ja, ik vind dat goed, kom, ik ga dat posten, ik kan dat aan mijn 100 vrienden zeggen, die 100 zeggen dat aan hun 100 en dan zit je al om 1000 man en zo kun je dat worldwide hopelijk doen. Dat is mijn idee. Of de wereld binnenkort aan zijn voeten ligt, valt af te wachten. Maar op de Wereldexpo in Shanghai is de interesse alvast groot. Er is daar enorm interesse van de Chinezen en Gember, ja, ze kennen het. En ze komen daar proeven, we staan er in alle bars en alles. En ondertussen hebben we heel veel aanvragen van distributeurs. En die, ja, nu moeten we de goede eruit pikken of een paar goede eruit pikken. En dat is een heel project. Vanaf volgend jaar wil Alain Indria ook meer promotie voeren in eigen land. Hij zal evenementen sponsoren en op festivals staan. KBC.